Giuliano van Velsen vertrok 1 jaar geleden van FC Volendam naar Roda JC. En hij verhuisde van Amsterdam naar Heerlen. Ik zeg altijd zogenaamd aan de andere kant van de wereld, omdat ik nu eigenlijk heel ver zit. En dat is eigenlijk toch wel een stap. Je bent niet echt met je familie. Je woont hier alleen. En ik denk dat het wel goed is voor mij. Gewoon naar buiten? Ja, hè? Het is voor het eerst dat Van Velsen lange tijd op eigen benen staat. Ja, dus vooral in het begin is het heel erg wennen. Je moet zelf koken, schoonmaken, moet je allemaal zelf doen, boodschappen. En dan zie je echt dat je weg bent van Amsterdam en dat je alleen op jezelf woont. Dus, wie deed dat daarvoor? Ja, mijn moeder deed het meestal, want die houdt eigenlijk van schoonmaken. Ook al wou ik het zelf doen, dan, ze wou het altijd zelf doen. Ik weet nog dat ik macaroni wou maken en mijn moeder heeft me via de FaceTime begon ze te zeggen van ja, je moet dit en dat doen. En zodoende dacht ik van eigenlijk is koken helemaal niet zo moeilijk. En hoe zit het met zijn kennis van het carnaval? Die 3 kleuren, waar staan die voor? Nee, de 3 kleuren van het carnaval volgens mij. Zijn die kleuren of niet? Ja. Ja, van het carnaval toch? Ja, dan heb ik het toch goed. En weet je wel hoe de Polonaise moet? Ook geen idee. Niemand heeft me geleerd, niemand heeft me iets gezegd. Nou, ik denk dat ik het dan van jou moet leren dan, als jij het weet. De Polonaise is dat je achter elkaar loopt en je handen op elkaar schouders legt. Oh, dat is de Polonaise. Ja? Okay. Ken je die? Ja, dat ken ik wel. Heb ik wel vaak gezien bij feestjes bijvoorbeeld. Dat is wel. En dan moet je zeker zo lopen, zeker. Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik wel vaker gezien. Dus weg met de manege, want nu is het tijd voor de Polonaise. Tot zover het persoonlijke gedeelte, over naar het sportieve. In een jaar tijd heeft Van Velsen veel meegemaakt en het hoogtepunt is wel duidelijk. Op dat moment, met de verdediger in mijn rug, neem ik de bal met mijn linkerbeen aan en ik laat hem zo draaien en schoot hem direct in de lange hoek. En dat was echt de mooiste doelpunt, of de mooiste, de belangrijkste doelpunt voor mij in mijn carrière tot nu toe. En waarom was die zo belangrijk? Nou, omdat dat zeg maar de winnende was tegen Helmond Sport in de halve finale van de na-competitie. Dus dat was echt, en dat was ook nog in de laatste minuut ook nog. Dus dat was voor mij eigenlijk echt mijn belangrijkste doelpunt tot nu toe in mijn carrière. Oh. Nou, dit is geen fijn gevoel, hè? Als je hier zit. Ik zit hier iets te vaak de laatste tijd. En dan moet er zo snel mogelijk verandering in komen. Wat moet hij nog beter doen om een vaste plek in de basis te krijgen? Het is een creatieve speler. Ja, creativiteit, scorend vermogen. Ja goed, dat is voor Giuliano best een opgave op dit moment nog. Om dat op eredivisieniveau iedere week te laten zien. Is het dan de constantheid die hem nog een beetje parten speelt? Ja, maar ook wel de tegenstand die ze ervaren. Die, een back in de Jupiler League of een back in de eredivisie. Ja, daar zit best een verschil tussen. Hoe zou je 1 jaar Rode SC willen omschrijven? Als een leerzame jaar, zou ik echt willen omschrijven. Veel meer gemaakt, tot en met na competitie, tot en met spelen, tot en met op de bank zitten bijvoorbeeld. Invallen, overwinningen, echt het totale pakket wil ik eigenlijk zeggen. Ja. Wat zijn je doelen nog? Mijn doelen, ja. Op dit moment ben ik wisselspeler. Dus ja, het voornamelijke doel is natuurlijk spelen, basis natuurlijk. En van daaruit natuurlijk in de Eredivisie te blijven en het team te helpen. En natuurlijk altijd wat het doel is, jezelf ontwikkelen.